Ja, goedenavond, welkom in de webinarstudio hier in Waardenburg bij de Academie voor de Rechtspraak. Vanavond uitzending die vindt plaats in de serie in de reeks Magna Carta. En dat is de vijfde aflevering alweer. En arbeidsrecht, journaal noemen we dat hier. En deze uitzending wordt verzorgd door Baker en McKenzie. Het is bedoeld, misschien dat u dat wel weet, om de highlights te bespreken van de meest recente uitspraken en wat die betekenen. Nou, u hoort het misschien allemaal aan mij. Ik ben niet de enige die dat hier gaat doen. We hebben er drie dames vanavond voor uitgenodigd die vers uit Amsterdam over de A2 hier naartoe gesneld zijn en het net op tijd gehaald hebben. Maar dat was niet makkelijk, geloof ik, hè? Heel veel file. Ja. Goed. We beginnen bij Mirjam de Blikkoer. Werkzaam dus in Amsterdam, alle drie werkzaam. Jullie zeiden net al, we komen elkaar al zo'n 20 jaar tegen. Dus jullie zijn goede bekenden voor elkaar. Ja. Kun je, we zeggen je en jij tegen elkaar hebben afgesproken. Kun je iets meer zeggen over jouw werk, wat je doet daar? Ja, nou, wij hebben een hele grote sectie binnen Baker McKenzie, arbeidsrecht. En die leiden wij met z'n drieën. En nou, ik werk al 25 jaar bij Baker McKenzie. Enorm leuk kantoor. En we bestrijken alle delen van het arbeidsrecht. En ik specialiseer me met name in collectief ontslag en medezeggenschapsrecht. En dat is echt anders dan de andere twee collega's. Ja. 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 Ik zeg er even bij dat je ook advocaat bent geweest van Cruijff. Dat spreekt altijd tot de verbeelding. Dat was de trainers. En ja. Ja, dat, dat ging over Cruijff. Die was gebypast door een beslissing terwijl hij in de Raad van Commissarissen zat. En de trainers waren bang destijds dat het plan Cruijff niet doorgevoerd zou worden. Ja. Is trouwens onlangs weer actueel geworden. Precies. En toen hadden de trainers een minder sterke zaak dan Cruijff. Dus toen heb ik geadviseerd, nou, bel Cruijff en kijk of hij daar ook tegen in het geweer wil komen. En dat heeft hij toen gedaan. Ja. Echt arbeidsrecht ook, hè? Ook nou ja, voor de trainers was het echt arbeidsrecht. En het was een combinatie met corporate. En ik heb het ook gedaan met een partner van corporate en een van litigation. Dus dat was een leuke samenwerking. Heeft er nu geen contact meer mee met Cruijff? Ja, zeker wel. Ja, toch nog wel? Ja, zeker wel. Ja, oké. Okay. We zullen niet vragen hoe het met hem ieder gaat. Jaar trouwens. Ja, ja? Ja, ja, zeker. Goed, Remke Scheepstra, collega dus. Collega. Al lange tijd. Kun je iets meer zeggen over jouw werk daar? Nou ja, ik bestrijk ook arbeidsrecht in de meest brede zin van het woord. Maar daarnaast meer gespecialiseerd ook in het privacyrecht. Wat dan inhoudt dat je nagaat als de persoonsgegevens worden verwerkt. In hoeverre je die bijvoorbeeld mag delen en voor welke doeleinden je die gegevens mag gebruiken. Mm-hmm. En of je ze naar Amerika mag sturen, dat soort dingetjes. Ja. Ook nog bekende Nederlanders in uw pakket? Nee, niet. In de, van het kaliber Cruijff. Nee. Ja, grote fraudezaken heb je gedaan. Ja, zoals? Ja, dat mag kan niet, ik mag niet zeggen. Nee. Goed, dan gaan we naar Irene Vermeeren. Ook daar werkzaam. De zaken die jij behandelt komen wat meer op het einde van deze sessie, deze reeks. Kun je iets meer vertellen over jouw werk? Ja, ik ben gespecialiseerd in pensioenrecht. Dus dat is echt een specialisatie op zich. Heeft heel veel overlap met arbeidsrecht. Denk bijvoorbeeld aan gelijke behandelingswetgevings. Maar ook ondernemingsrecht. Ook veel procedures. Maar we werken natuurlijk heel intensief met elkaar samen. Gezien de overlap, overgang van onderneming bijvoorbeeld. Nou, dat doe ik al bijna alweer 20 jaar, geloof ik. Dus al heel erg lang. Eigenlijk allemaal hele actuele thema's. Hè? Al die thema's komen voortdurend terug. Goed. We gaan vijf uitspraken dus behandelen. Dan ga ik even naar Mirjam. Want, als we dat halen, hè, de vijf zaken. We gaan het gewoon proberen. Dat zal aan jullie liggen en aan mij. Ja. We gaan de eerste zaak behandelen. Kun je die eerste... Volgens mij gaat Remke, dat ga ik doen. Ja, dat is een uitspraak van het Hof van Justitie. Zeer recent gepubliceerd. 26 november 2015. En het gaat eigenlijk over een Spaanse zaak. Namelijk over een overheidsbedrijf, ADIF. Die verantwoordelijk is voor het overladen van intermodale transporteenheden in de terminal van Bilbao.
Dat overheidsbedrijf verleende die diensten aan een derde partij, zeg maar. En heeft op een gegeven moment besloten om dat te outsourcen. Dus zeg maar die uit te besteden aan een derde service provider. Waarbij dan de ADIF wel nog steeds de bedrijfsruimte en de kranen bleef verstrekken aan de service provider die diensten ging verlenen. Dat is een contract voor bepaalde tijd en dat wordt een paar keer verlengd. En in 2013 denkt ADIF op een gegeven moment van nou, misschien ga ik die werkzaamheden toch maar weer zelf verrichten. Dus wat zij doet is, zij detacheert enkele van haar medewerkers bij die service provider, eigenlijk met de bedoeling om eigenlijk het kneepje van het vak te leren van de service provider. En een maand later zegt zij de overeenkomst op. En zegt van nou, wij gaan hem niet meer verlengen. Want we gaan die services zelf weer verlenen. Maar dan niet met jullie personeel, maar met ons eigen personeel. Dat is de situatie. Wat de andere service provider doet, die heeft natuurlijk ineens geen werk meer. Dus die moet al die werknemers ontslaan. Dat gebeurt ook, maar één werknemer is het daar niet mee eens. En die stelt zich op het standpunt dat ADIF eigenlijk in de rechten en verplichtingen van zijn vorige werkgever is getreden. En dus dat er sprake is van overgang van onderneming. Dat die door de overgang van de services naar ADIF. Dat er sprake is van overgang van onderneming. En dat die dus in dienst is gekomen van ADIF. En hij vordert dus eigenlijk gewoon wedertewerkstelling of tewerkstelling. En doorbetaling van loon. Nou, in eerste aanleg wordt die vordering van de werknemer toegekend. Of die wordt toegewezen, want zegt de kantonrechter van Spanje, laten we maar even zeggen. Die zegt, die diensten die worden verleend, die worden verricht met dezelfde materiële middelen. Namelijk die bedrijfsruimte en kranen. Die essentieel zijn voor de services die je verleent. Voor dezelfde klanten, in dezelfde ruimte. Dus er is eigenlijk sprake van eenzelfde materiële eenheid en dus is die meneer mee overgegaan en is hij nu bij u in dienst. Nou, daar is ADIF het niet mee eens en die gaat in hoger beroep. En het Hooggerechtshof die vindt het een hele moeilijke vraag, dus die gaat prejudiciële vragen stellen aan het Europese Hof van Justitie. Want zegt ze van ja, het gaat hier over een overheidsinstantie waarbij het gaat om publieke diensten, waarbij de onderneming eigenlijk de directe exploitatie van die diensten zelf hervat en besluit daarvoor zijn eigen mensen te gebruiken en niet de mensen van de service provider. Waarbij dan ook nog zeg maar eigenlijk de middelen niet zijn overgedragen, want die waren het bezit van ADIF. Die heeft ze eigenlijk alleen maar uitbesteed voor een bepaalde periode ter beschikking gesteld. En op het moment dat het contract afging, heeft hij het, nou ja, zijn diezelfde diensten met dezelfde middelen weer verricht. Nou. Dus er wordt dan een vraag geformuleerd aan het Europese Hof. En die vraag is of dan de richtlijn, want daar is dan zeg maar de wetgeving op gebaseerd, of de richtlijn ook van toepassing is op overheidsbedrijven. Of dit dus deze specifieke situatie nou kwalificeert als een overgang van onderneming onder de richtlijn. Nou, daarvan heeft het Hof geoordeeld, verwijzende naar zeg maar, de definitie in de richtlijn, dat de richtlijn ook van toepassing is op openbare ondernemingen, dus de overheidsdiensten. Daarnaast heeft het Europese Hof gezegd dat de richtlijn van toepassing is op overgang van onderneming. Anders dan. Even kijken hoor.
op andere ondernemen ten gevolge van overdracht krachtens overeenkomst of fusie. Even kijken. En ze verwijst naar vaste rechtspraak van het Hof. Dat de werkingssfeer van de richtlijn zich uitstrekt tot alle gevallen waarin in het kader van contractuele betrekkingen een wijziging plaatsvindt in een natuurlijke of rechtspersoon. Die de onderneming exploiteert en die uit dien hoofde als werkgever verplichtingen heeft ten opzichte van werknemers. En waarbij het dan niet van belang is, en dat is cruciaal in deze hele uitspraak, of de eigendom van de materiële activa ook daadwerkelijk wordt overgedragen. En dat is eigenlijk in lijn met eerdere rechtspraak die het Hof heeft gewezen, de zogenaamde Sodexo-arrest, waarbij het ging om eenzelfde soort van situatie, maar dan met het met een keuken in een ziekenhuis. Waarbij service providers worden gewijzigd en waarbij het Hof ook heeft gezegd dat sprake is van overgang van onderneming. Maakt eigenlijk het Hof een hele mooie, gaat eigenlijk alle stapjes af. Dus de richtlijn is ook van toepassing op een situatie waarbij de overeenkomst met de onderneming wordt beëindigd en dan die werkzaamheden zelf worden uitgevoerd. Dan moet worden gekeken of de economische activiteit die de onderneming eigenlijk verricht, of dat zodanig verricht dat de identiteit hetzelfde blijft. En de identiteit die wordt dan vervolgens... er zijn kenmerken die bepalen op basis waarvan een onderneming of een economische eenheid haar identiteit behoudt. En die zijn opgesomd in het Spijkersarrest. Dat is onder meer, moet je kijken naar de aard van de betrokken onderneming. Je moet kijken of de materiële activa, zoals gebouwen of machines, over zijn gegaan. Je moet kijken wat de waarde van de materiële activa op het tijdstip is van de overdracht. Je moet kijken of de nieuwe werkgever eigenlijk het personeel of vrijwel al het personeel overneemt. De vraag of het klantenkring mee overgaat. De mate waarin de verrichte activiteiten voor en na de overgang hetzelfde zijn of met elkaar overeenkomen. Heel veel elementen dus. Ja, heel veel elementen. En die elementen bij elkaar, die moeten niet elk afzonderlijk worden beoordeeld, maar je kijkt eigenlijk naar deelaspecten. En afhankelijk van de vraag of onderneming arbeidsintensief is of kapitaalsintensief, kijk je, is het ene element kenmerk meer waard dan het andere. Ja. Nou, in dit geval ging het om een kapitaalsintensieve onderneming. Namelijk, je hebt die ruimtes en machines nodig om containers of transporteenheden van de terminal, van de boten af te krijgen in de terminal. En dus heeft het Hof gezegd dat het dus niet van belang is of die werknemers mee overgaan. Dat is namelijk van belang in het kader van een arbeidsintensieve sector. Maar is met name van belang of die kranen en bedrijfsruimte of die mee overgaan. En zij zeggen dus dat het niet van belang is dat, of het Hof heeft geoordeeld dat het niet van belang is dat de eigendomsoverdracht daadwerkelijk plaatsvindt. Maar eigenlijk wordt eigendomsoverdracht moet je heel ruim interpreteren. En eigenlijk is het zo dat ook de ter beschikkingstelling aan een derde valt onder de definitie van overgang van activa. Ja. Het is in lijn met eerdere jurisprudentie. Wat is dan het belangrijkste wat jij eruit haalt nu? Het belangrijkste wat ik eruit uithaal is dat, de overdracht van activa niet betekent dat dat ook daadwerkelijk eigendomsoverdracht is. Maar dat het ook met name dus het ter beschikkingstelling van de machines, zoals het bij het Sodexo de keuken was, dat relevant is voor de kwalificatie van overgang van onderneming en toepasselijkheid van de richtlijn. Ja.
Ja. Ja, misschien voor jou wat minder, Irene. Ik denk dat het voor jou nog wel aardig is om te kijken naar deze uitspraak. Is dat, deel je die conclusie? Ja, ik deel die conclusie. En sterker nog, als we straks naar de uitspraak gaan die ik ga behandelen, dan komt daar ook heel veel in terug. Dus, ja, en hij is ook wel voor mij interessant, omdat ik hou me vaak bezig met de gevolgen van een overgang van onderneming. Ja, en zeker voor pensioen. Ja. En dat is toch vaak een heel belangrijk aspect. En dan is de voorvraag is altijd, kwalificeert dit als een overgang van onderneming in de zin van ons boek 7, artikel 7. 6.2, 6.3, 6.4 en verder. Ja. Dus in die zin is de voorvraag heel belangrijk voor mij om vervolgens weer te kunnen adviseren. Hm. Ja. Je ziet dus dat er ook heel vaak prejudiciële vragen over worden gesteld. Ja. Omdat het zo lastig is en zo feitelijk. Goed. Ja. Ja? Ja. Ik zeg er even bij voor huishoudelijk, want we zien prachtige foto's van jullie kantoor achter jullie. Hè? Dat is waar jullie dus dagelijks werken aan de Zuidas in Amsterdam. Dat ter illustratie. Het lijkt live met al het licht. Ja. Ja. Goed, dan gaan we naar Mirjam. Dan gaan we naar de tweede uitspraak. En dat gaat ook over overgang van onderneming. Jij zei, het sluit mooi bij elkaar aan. Het sluit mooi aan. Ja. En het is ook een uitspraak van het Hof van Justitie. Dus dat is ook hetzelfde. Ja, echt Baker en McKenzie. En dit keer niet over containers, maar over de vliegtuigindustrie. Dus, en het speelde niet in Spanje, maar in Portugal. Okay, nou, het is niet ver weg, wat dat betreft, geografisch gezien. Precies, het gaat over TAP, de vliegtuigmaatschappij. Daar heb ik ook best vaak mee gevlogen. Dus dat maakt het dan altijd dat je het iets meer tot je verbeelding spreekt, inderdaad. En TAP is een Portugese vliegtuigmaatschappij. Ja, en die vliegt heel veel op Brazilië. En daar zit mijn zoon nu. Dus in januari ga ik met TAP naar Brazilië. Maar dat is een heel ander verhaal. In ieder geval, TAP had een dochtermaatschappij. En die heet Air Atlantis, SA. En die deed heel veel chartervluchten. En TAP deed de reguliere vluchten. Ja, de lijnvluchten. En TAP die heeft haar dochtermaatschappij ontbonden en heeft een aantal werknemers terug in dienst genomen. Want die waren gedetacheerd. Dus die TAP had werknemers gedetacheerd bij Air Atlantis. En heeft de rest van de werknemers collectief ontslag aangezegd. TAP dacht, nou dan ga ik zelf wel die charters doen met dezelfde vliegtuigen, dezelfde huurovereenkomsten en een klein deel van hetzelfde personeel. Wat je dan zegt, wat je dan ziet, wat ik wel opvallend vond, want ik vind hier, je neemt een deel van het charter, dezelfde vliegtuigen, je neemt zelf nog een deel van het personeel over, dus ik zou denken, nou dat is niet zo hele moeilijke zaak om te zien dat het overgang van onderneming is. Ik denk als wij dat zouden besproken hebben, dat we dat ook zo hadden gezien. Er zit een addertje onder het gas, want maar de werknemers komen dus op tegen hun collectief ontslag. En gaan naar het gerecht voor arbeidszaken in Lissabon en die vragen herplaatsing bij TAP, dus een baan bij TAP, en doorbetaling van hun loon. Nou, wat is het vonnis? Dat vond ik dus ook niet zo heel verrassend. In ieder geval is er een gedeeltelijke overgang van onderneming, want de identiteit is behouden, de activiteiten zijn behouden en dus de werknemers die moesten weer in dienst van TAP komen. Nou, maar TAP dacht, ik ga in beroep bij het Hof van Beroep in Lissabon, dat deed hij ook, en die vroeg vernietiging van dat vonnis. En dat vonnis is ook vernietigd, omdat de werknemers waren te laat om beroep in te stellen. Dus hun recht was vervallen. En dat was dus een formele punt waarop hun verzoek strandde. Ik denk dat heel veel werknemers gedacht zouden hebben, nou dan ja, jammer. Maar nee, deze werknemers gingen door. Die gingen in cassatie bij het Supremo Tribunal de Justicia. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. We zitten nog steeds in Portugal. We zitten nog steeds in Portugal, maar nu bij het hoogste gerechts. Die zeggen, het hoogste gerecht zegt, het gaat niet zozeer om het voortzetten van de activiteit op zichzelf. Dat maakt nog niet dat er een overgang van onderneming is. De identiteit is niet behouden.
Want, zegt hij, de vestiging van Air Atlantis is gekoppeld aan de licentie die zij hebben. En die licentie neemt TAP niet over. Ik vond het heel creatief, zou ik bijna willen zeggen. Er is ook geen overgang van cliëntele in de visie van dit gerechtshof. Toen hebben de werknemers gedacht, dit gaat de verkeerde kant op. En hebben gezegd, je moet een rechter, u moet een prejudiciële vraag stellen. En dat heeft deze rechter geweigerd. Want die rechter zei, er is geen twijfel over de betekenis, over de uitleg van een overgang van de onderneming. Het staat buiten kijf, de identiteit is niet behouden, dus wij gaan geen vragen stellen. Het collectief ontslag werd niet onrechtmatig geacht en er is geen overgang van onderneming. Toen zijn de werknemers nog verder gegaan. Ik vind het echt wel knap. Ik heb bewondering voor. Ja, echt. Heel zuidelijk, ja. De vakbonden wat betreft ook veel sterker zijn. Ja, absoluut. En wat hebben ze gedaan? Konden ze nog verder, ja. Ze gingen naar de civiele kamers van Lissabon en ze zeiden... Wij stellen vordering in tegen de staat wegens niet-contractuele civielrechtelijke aansprakelijkheid. Omdat het unierecht geschonden was. Ja, vond ik ook. Ja, en een hele lange adem. Hè, want ik geloof dat al met al hebben zij na 22 jaar pas een eindoordeel gekregen. Maar de civiele kamers schorsen. En die verzoeken het hof om een prejudiciële beslissing te nemen. En stellen drie vragen, maar ik behandel er twee, want twee zijn relevant voor onze rechtspraktijk en voor Nederland. De eerste vraag is hier een overgang van onderneming, gegeven het feit dat Air Atlantis actief is op chartervluchten en de moeder is die de dochter ontbindt. Dat de moeder actief is op dezelfde markt, althans luchtvaart. De aandeelhouder neemt de huur van de vliegtuigen over, de lopende charterovereenkomsten over, een kleine uitrusting over en ook sommige werknemers over. Wat zegt het Hof van Justitie? Die zegt, het beslissende criterium in deze zaak om vast te stellen of er een overgang van de onderneming is behoud de economische eenheid zijn identiteit. Nou, ik ga dat niet herhalen, want Remke heeft dat heel mooi allemaal verteld, ja. Waar dan allemaal getoetst aan moet worden op grond van het spijkersarrest. Dat werd hier ook heel mooi door het Hof van Justitie allemaal gedaan. En wat ze zeiden, de luchtvaartsector is kapitaalintensief. De materiële activa zijn kenmerkend voor de activiteit. En daar werd verwezen naar het Lykkenne-arrest. En wat zij zeiden, de huurovereenkomst van de vliegtuigen is overgenomen. Het zijn dezelfde vliegtuigen. Ze nemen de cliëntele over. Het zijn dezelfde chartervluchten, deeluitrusting, hetzelfde personeel. Dus er is sprake van een overgang van onderneming. Wat het Hof van Justitie ook nog heeft bekeken, is er een vergelijkbare organisatiestructuur daarna, voor de overgang en daarna. En daarvan heeft hij gezegd, dat is niet noodzakelijk voor een overgang van onderneming. Dat baseert hij op het Klarenburg-arrest, want hij zegt, de functionele band is behouden. Dus ook al is er sprake van integratie in TAP van die chartervluchten, die werknemers zitten nog steeds wel op die charterlijnen. En daarom is de functionele band behouden. Dat vond ik interessant, dat is in lijn met Klarenburg, maar in deze zaak was dat dan een interessant puntje. Wat helemaal wel interessant is voor onze praktijk is de tweede vraag. En die is kan ik heel kort behandelen. En dat is, moet de nationale rechter nou een prejudiciële vraag stellen? Dus had dat allerhoogste college van Lissabon, had die voorbij mogen gaan aan de vraag van de werknemers, stel een vraag over het unierecht. Vragen stellen, zo'n prejudiciële vraag stellen, dat is in het leven geroepen om de eenheid in het unierecht te verzekeren. Nou, dat hoeft alleen maar niet als de vraag niet relevant is. Dat lijkt me voor de hand liggend. En de tweede is als een juiste toepassing van het unierecht zo evident is dat er geen twijfel kan bestaan over of er een overgang van de onderneming is, ja of nee. En toen heeft het Hof van Justitie een interessante draai gemaakt, want die heeft gezegd, nou,
er komen bij ons zoveel vragen binnen over overgang van onderneming, dat het nooit simpel kan zijn. En het is zo feitelijk. Dus het hoogste nationale rechtelijke instantie mocht niet voorbij gaan aan die vragen. Dat vind ik interessant, want dat kan dan eigenlijk nu nooit meer. Ja. Altijd als er een vraag wordt gesteld over een overgang van de onderneming, zal een rechter het voor moeten leggen aan het Hof van Justitie. Jullie delen die mening? Ja. 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 En kijk, wat vind je het, ja, dat, wat je het laatste zegt, dat is het belangrijkste voor deze zaken, wat je eruit haalt? Ja, dat vind ik voor mij wel, omdat ik het niet zo verrassend vind dat dit stel van feitelijkheden dat er een overgang van de onderneming wordt vastgesteld. Ja, ja. Ik weet niet of jullie die mening delen, maar ja. Ik ben het mee eens. Ja. Ja. Als je de andere rechtspraak kent, dan ligt het wel in dezelfde lijn. 22 jaar. Hoeveel werknemers waren hiermee gemoeid? Dat weet ik niet. Nee, dat is maar het is wel echt interessant. Hè? Ik weet niet eens of het nou precies 22 jaar, maar het is echt... Heel lang. Ja, hele lange adem. En dat is dan eigenlijk ook... Dan denk je, jeetje Mina, 22 jaar. En dan hoor je dat je toch niet ontslagen had mogen worden. Ja, dan heb je er ook niet zo heel veel meer aan. Hè? Ja, dat heb je gewonnen. Maar goed, dan kun je nog met schadevergoeding misschien beginnen. Dat is het volgende traject waarschijnlijk. We zijn nog niet klaar natuurlijk. En stel hoe dat het met het pensioen verder moet dan. Zelf met pensioen. Ja, dat denk ik ook. 22 jaar, ja. Goed, dan gaan we naar de derde. We lopen heel goed op schema. Dat is heel goed van ons. Ja, ja hoor, prima. Dat zijn we gewend, hè? Ja, ik denk dat we er 5 gaan halen. Goed, goed. Remke, we gaan naar jou nog even. Hè? Ja. We hebben het nog steeds over overgang van onderneming. We hebben het nog steeds over overgang van onderneming. We nemen een andere uitspraak. Welke heb je genomen? Ik heb een uitspraak van al een tijdje geleden van het Hof Amsterdam. Kort geding. Waar ik ook een noot over geschreven heb eerder dit jaar. Omdat, de criteria die met name de kantonrechter heeft aangelegd, die heeft bepaalde criteria door elkaar gehaald, zeg maar, voor de vraag of er sprake is van overgang van onderneming. En het Hof heeft dat eigenlijk gecorrigeerd. Het gaat er met name over, ik zal de situatie schetsen, het gaat over... een groep van ondernemingen met meerdere BV's, waarbij Astrea BV's, noem ik ze maar eventjes, 3 en een technisch ingenieursbedrijf, die alle bestuurd worden door 1 meneer, noem maar even meneer X. Deze hele groep die komt in zwaar weer, omdat de bank de kredietovereenkomst opzegt. En meneer X is dan al enige tijd bezig om delen van zijn groep van ondernemingen te verkopen. Om eigenlijk toch een soort van voortzetting, of tenminste voor die mensen natuurlijk, het beste eruit te halen. Daardoor dan komt hij in contact met de DPA-groep. En de DPA-groep die doet hem een voorstel om bepaalde bedrijfsactiviteiten over te nemen. Namelijk die van het ingenieursbureau. Namelijk de professionals, dus de technische mensen. Die krijgen dan een nieuw dienstverband met een nieuw op te richten vennootschap door die DPA-groep. En zij nemen ook alle overeenkomsten van de opdrachtgevers mee over. En de DPA-groep zegt dan van we gaan ervan uit dat alle back-office werkzaamheden, noem maar HR, financiële dienstverlening en dat soort dingen, dat die eigenlijk achterblijven en dat ze dat kunnen doen met de mensen die ze hebben. Dat ingenieursbureau, die activa worden dan vervolgens overgedragen. Per 3 oktober wordt het verkocht. En aan die overeenkomst zit ook een hele lijst van lopende contracten. En ook zeg maar de namen van mensen die mee overgaan. Er gaan dan 61 medewerkers gaan er mee over naar de DPA-groep. Het wrange is eigenlijk dat 2 weken later de rest van de vennootschappen van Astrea, die worden in staat van faillissement verklaard.
Zes medewerkers van de failliet verklaarde groep, zeg maar, die zijn het daar niet mee eens. Die vorderen eigenlijk, zoals het dan zo vaak gaat, voorschot op het loon en eigenlijk tewerkstelling bij dat nieuwe ingenieursbureau vanaf zeg maar de datum dat ze overgegaan zijn, totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is geëindigd. En zij stellen zich eigenlijk op het standpunt dat zij in hoofdzaak werkzaam waren voor het ingenieursbureau. Ook al waren zij eigenlijk formeel in dienst van een van de andere vennootschappen. En omdat zij eigenlijk materieel voor een andere werkgever werkten dan dat zij formeel de arbeidsovereenkomst hadden, stellen zij zich op het standpunt dat er sprake is van overgang van onderneming. En dat zij dus in dienst zijn gekomen van die nieuwe DPA Technipower, zoals het noemt, vanaf 3 oktober. En zij geven daarbij ook aan dat eigenlijk 90% van de omzet van die Astrea groep eigenlijk van dat ingenieursbedrijfbureau afkwam. Nou, de kantonrechter die heeft in kort geding de werknemers in het gelijk gesteld. En die doet eigenlijk iets raars, moet ik dan maar zeggen. Dat heb ik ook in mijn nood genoemd. Het is misschien niet zo heel chic, maar... wat de kantonrechter doet, die haalt twee criteria door elkaar. Aan de ene kant heb je zeg maar het Albron-arrest. En dat is een arrest waarin is bepaald door de Hoge Raad, of tenminste van Hof van Justitie zelfs, volgens mij ook prejudiciële vragen gesteld, dat als er in een groep sprake is van een personeelsvennootschap, en de werknemers van die personeelsvennootschap die worden zeg maar permanent te werk gesteld bij een andere vennootschap, waar ze dan eigenlijk materieel altijd werken, dan is eigenlijk beslissend daar waar ze de werkzaamheden verrichten. En worden die gezien als materiële werkgever. En als dan die activiteiten overgaan, gaan de werknemers mee over. Daarnaast heb je een criterium en dat is neergelegd in het Botsenarrest. En het Botsenarrest is een arrest waarin is bepaald dat als je niet een hele vennootschap overdraagt, maar als je een onderdeel van de onderneming overdraagt, bepaalt het Botsenarrest hoe je nou bepaalt welke werknemers aan dat onderdeel vastzitten. Want dan ga je kijken wie is er nou eigenlijk permanent te werk gesteld op dat onderdeeltje en die gaan mee over. Dus in het Botsenarrest is bijvoorbeeld bepaald dat je mensen die op de HR-afdeling zitten werken, zeg maar de human resources, personeelszaken, en die werken gedeeltelijk voor het onderdeel dat overgaat, dat de mensen van de HR niet mee overgaan, want die zitten namelijk niet permanent aan dat, die werken niet alleen voor dat onderdeeltje, die werken ook voor andere onderdelen in de onderneming. De kantonrechter heeft die twee dingen een beetje door elkaar gehaald. En fout, die heeft... fout zeg je daarmee? Nou ja, zegt het Hof. Hè. Het Hof heeft het zeg maar. Het Hof die heeft in hoger beroep de uitspraak, het vonnis van het kantonrechter, heeft ze vernietigd. En die heeft zeg maar, wat ik dus net uitlegde, uiteengezet. En die heeft gezegd: van kijk, als je een. Er zijn twee vragen die hier aan de orde zijn. Namelijk of de werknemers, hoewel zij dus eigenlijk in dienst zijn van een andere vennootschap en niet voor het ingenieursbedrijf, of ze na die transactie niettemin zeg maar overgegaan zijn. En daarvan zegt de kantonrechter dat het dus niet het geval is, omdat deze werknemers niet permanent bij het ingenieursbedrijf werkzaam waren. En er ook in dit geval geen sprake was van een personeels-BV. Dus deze mensen die werkten niet alleen voor het ingenieursbureau, maar ze werkten ook voor allerlei andere BV's binnen de groep. Dus eigenlijk kom je helemaal niet toe aan het Albron-criterium. En dan komt dan de vraag, het Botsen-criterium komt eigenlijk helemaal niet aan de orde, omdat hier de hele BV mee overgaat en niet een onderdeel van de BV. Dus eigenlijk...
zegt de kantonrechter dat beide vragen die gesteld worden of die aan de orde zijn in deze uitspraak, dat die ontkennend moeten worden beantwoord. En ergens is het heel jammer, Mirjam, want we hebben daar met z'n tweeën ook over gehad voordat ik die noot schreef van het botsenarrest. Wat wij vaak adviseren is, zeker in een situatie als er een onderdeel overgaat, is het soms heel moeilijk om te bepalen, zit iemand nou volledig op deze afdeling of zit iemand voor het merendeel op die afdeling? En dat is moeilijk te bepalen. Waarom is dat zo moeilijk te bepalen? Want... Nou, sommige mensen werken voor 75% voor de ene afdeling en misschien voor 25%. Dan neem je het meerderheidspercentage, maar daar doet dus zeg maar het Hof geen uitspraak over in dit geval. Hadden we gehoopt, ja. Ga je het praktisch oplossen? Ja. Omdat een hele grote groep werknemers niet 100% op iets werkt. En zeggen, als je 75%, spreek met je ondernemingsraad af, bestuurder. Ja. Dat bij 75% iemand meegaat, soms al bij 65%. En wij hadden gehoopt dat daar nu iets over gezegd zou worden. Dat wordt dus niet gezegd. Nee, dus dat geeft geen houvast. Praktisch blijven oplossen. En wat is dan praktisch blijven oplossen? Nou, 75% gaat mee over of 65% gaat mee over. Ja. Als je 65% werkt aan die werkzaamheden die overgaan. Ja. Als de ondernemingsraad het daarmee eens is. Dan sta je hopelijk in een eventuele rechtszaak een beetje sterker. Ja, ja. Of soms doe je dat met de overleg je het met de vakbonden. Ja. Ja. Ik hoor jullie vooral de rol van de werknemers benadrukken. Nee, juist de werkgever, want die denkt, gaan mijn werknemers nou mee over of niet? Ja. En de werkgever moet dat met de OR bespreken. Ja. En met de vakbonden. Ja. Of met de vakbonden. Of. Wij treden meestal op voor de werkgever. Ja, daarom. Maar ik hoor jullie heel veel over de werknemers zeggen. Omdat dus dat verbaast mij. Het is arbeidsrecht, het gaat om werknemers. Ja, arbeiders. De overgang van onderneming heeft natuurlijk serieuze consequenties voor de werknemers. Ja. Het is ook ter bescherming van de werknemers opgesteld, deze wetgeving. Ja. 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 En die wetgeving, maakt die de positie van werknemers of werkgevers sterker, vinden jullie? Het beschermt de werknemers. Ja. Maar wat wel interessant is, en dat lees je ook heel vaak, dat je dit dus ook wel... Kijk, stel nou even in die zaak die ik heb behandeld, met die TAP. Als die nou bijvoorbeeld had gezegd, ik ga andere vliegtuigen gebruiken. En ik neem niet een paar werknemers. Dan had het heel anders kunnen lopen. Ja. Ja. En daar adviseren wij werkgevers over. Ja. Zeggen we, niet die vliegtuigen. En bij elke zaak, bij elke onderneming, bij elke overname zijn andere aspecten weer wegen zwaarder dan bij die andere. Dat maakt het wel enorm ingewikkeld natuurlijk. Daarom zie je ook veel jurisprudentie erover. Je moet eerst al bepalen, is het nou kapitaalintensief of is het arbeidsintensief? En daar is al heel veel discussie vaak over. En dat is ook vogelen ook jullie dat samen ook uit? Hebben jullie er veel overleg? Want dit klinkt als een soort puzzel die je moet oplossen. Is ook zo. Ik denk dat dit het meest ingewikkelde puzzelstukje van arbeidsrecht ongeveer is, denk ik. Ja. Maar jullie glimlachen allebei bij zo van, het is heel erg leuk. Interessant en leuk. Omdat het zo moeilijk is. Of En internationaal en... Ja. Oké, goed. Zullen we eens iets met pensioenen gaan doen? Ja, toch? Ja, en dat zegt iedereen. Dat kan iedereen heel leuk maken. Dat is heel knap, ja. Ik kan het ook goed uitleggen. Nou, we gaan het proberen. Ja, je gaat het over pensioen en ontslag hebben. Dat, ik weet niet of je vanochtend nog de krant hebt gelezen. Ja, misschien een aantal van degenen die hebben ingebeld ook. Maar dat is ook een hele leuke uitspraak. Die ga ik niet in detail behandelen hoor. Maar ik vind het wel leuk om even te noemen. Waarbij een mevrouw is gaan procederen tegen de Sociale Verzekeringsbank. Omdat de AOW is verschoven. Iedereen moet langer werken. Ja. Dus de AOW is verschoven van leeftijd 65 naar uiteindelijk 67. En zelfs straks nog langer. En deze mevrouw zei van maar dat is een inbreuk op mijn eigendomsrecht. Ik had recht op AOW op 65. En nu krijg ik dat pas later. En ik verlies dus heel erg veel. Ik mis dus heel veel inkomen. En dat heeft ze gewonnen, notabene. En dus dat is heel bijzonder. Dus inderdaad, er stond vandaag allemaal in de krant stukjes. Er wordt natuurlijk hoger beroep ingesteld. Ja.
Dus, maar zo'n uitspraak is voor veel meer mensen interessant dan, toch? Ja, nou, nou moet ik zeggen dat dit, wat er heel interessant aan is, is natuurlijk hoe de kantonrechter, dit was Leeuwarden, maar de kantonrechter die zei van ja, die komt tot de constatering dat er sprake is van een inbreuk op eigendomsrecht. En die zegt eigenlijk, ja, de AOW heb je dus een eigendom op. En dat is heel... heel nieuw, vergaand. Omdat AOW krijg je pas als je, natuurlijk heb je pas recht op het moment dat je op die leeftijd zit. En wij als werkenden betalen voor degene die nu met de AOW gaan. Het is niet dat je een eigen potje opbouwt. Ja. Dus dat eigendomsrecht, dat is bijzonder. Het principe dat een kantonrechter iets met het eigendomsrecht, artikel 1 EVRM, kan doen, dat is niet bijzonder. Dat heb je in andere zaken ook gehad. Maar dat hij zegt van, nou, de AOW, dat kwalificeert als zij een eigendomsrecht, dat is bijzonder. Ja. En vervolgens... Ja, nee, ja, vervolgens, ja, nou, dat zal misschien is het wel benieuwd, weet ik niet. Ik zal het niet weten op dit moment, want ik ben nu hier. Ja. Maar, werk voor het journaal, dat even voor de duidelijkheid. Ik ben daar verslaggever. Ik had dat in het begin even moeten zeggen. En ik heb van alle onderwerpen een beetje verstand. En ook een beetje van pensioenen, maar... Ja. Nee, maar deze mevrouw, die was zwaar ziek. Omdat ze erop had mogen vertrouwen dat. Ja. Of ze haar hele leven naartoe had gewerkt. Ja. Ja. En dat ook aanspreekt. Spraken het vooruitzicht op vermogen. Maar er zit ook wel wat is, in, toch? Mag ik dat even als leek zeggen? Ja, dat is zo. Ja, maar je hebt het nog niet. Nee. En je kan het ook niet te gelden maken. Je hebt er ook niet zelf voor gespaard. Nee, dus, dat is dus, waar. Maar goed, ik denk dat de rechter hier echt een doelredenering heeft toegepast. Want het was echt een mevrouw met een hele vervelende situatie. En dat kwam ook echt uiteindelijk naar voren. Hè, als je inbreuk maakt op een eigendomsrecht, dan kan er altijd nog een rechtvaardigingsgrond voor zijn. En dan ga je proportionaliteit, komt dan naar boven. Van goh, hoe staan het een en ander in verhouding tot elkaar? En dit was overduidelijk een hele vervelende situatie voor haar. Dit is nog geen uitspraak met heel verstrekkende gevolgen voor veel Nederlanders. Dat zou dan kunnen. Ja, maar nee, want dan, deze vrouw was die had echt een nare situatie. Dus financieel en gezondheid. En, maar ja, nee, dus dit wordt maar even omdat het actuele tijden zijn. Ja, dus mijn hoger beroep wordt spannend, denk ik. Ik ben heel benieuwd. Maar goed, dat nou, even naar de zaak een proefje. Echt voorbereid ik wilde het graag hebben over het pensioenontslagbeding. En daar is al heel veel over geschreven. Er zijn heel veel verschillende meningen over. En toch zie je elke keer weer dat het misschien een leuke discussie is onder advocaten. Maar dat eigenlijk de bedrijven, de werkgevers, daar eigenlijk nu niet zo mee bezig zijn. En waarom zeg ik dat? Dus omdat je een pensioenontslagbeding is eigenlijk een beding in je arbeidsovereenkomst. Waarin staat van nou de arbeidsovereenkomst komt te beëindigen of die eindigt van rechtswegen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dat is een pensioenontslagbeding. En dan op het moment dat zo'n werknemer die leeftijd dan haalt, dan eindigt in feite de arbeidsovereenkomst. Houdt dan op. En zou je denken, heel simpel, maar je moet het ook op papier zetten. En wij als advocaten vinden het allemaal heel erg leuk om te kijken om dat goed op papier te zetten. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die doen het zelf. En die schrijven dan op wat ze denken wat logisch is. Nou, dan krijg je natuurlijk een discussie over. En om een voorbeeld te geven, waar het dan hier om gaat. Er staat in zo'n ontslagbeding van de eerste uitspraak. Daar ga ik zo even iets over vertellen. Maar daar staat, de arbeidsovereenkomst eindigt op de pensioendatum. En voor de pensioendatum wordt verwezen naar het pensioenreglement. Ja, ik weet niet wat een pensioendatum is. Wat zou jij zeggen, wat is een pensioendatum? Op het moment dat mijn AOW ingaat, zou ik zeggen. Je pensioen ingaat, denk ik. Ja, je pensioen ingaat, dat zijn twee verschillende dingen. Ik zou hetzelfde zeggen als jij. Want dan heb je geregeld dat ook je pensioen ingaat als het goed is. Ja. Dan heb je het op elkaar afgestemd. Maar nou, dan gaan we zo kijken of dat klopt. Gaan we zo kijken. Tweede, die ik dan even wil behandelen, is kantonrecht Den Bosch. Het zuiden. En daarin stond in het beding... Een beslissing, denk ik. Maar goed. Nou, Den Bosch is goed, hoor. Maar daarin staat de pensioengerechtigde leeftijd. Dat is een ander begrip. Ja. Ja. Dus... Dat kan ook 61 zijn. Ja. En dat zou dan je ontslagdatum worden. Ja, en het pensioenreglement staat. Voor de werkgever. Ja. Die zegt, nou, jij hebt al pensioen vanaf je 61ste... Ik ontsla je nu. Ja, ik heb een hele mooie regeling. Hm. En in ons contract zetten wij dat jij dat arbeidsovereenkomst eindigt wanneer jij pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Dat is bij ons 61, ik noem maar wat.
Ja. Dus bij 61 stopt het. Nou, daar wil ik het over hebben. Ja. Klinkt allemaal heel simpel. Ja. Even vooraf, nog even ook voor degene die er iets meer van af weten. Zo'n pensioenontslagbeding, dat kan. Daar is de hele tijd discussie ook over geweest tot 2012. In 2012 hebben we een uitspraak gekregen van het KLM-arrest. En daarin is bepaald dat inderdaad een arbeidsovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, dat die ook van rechtswegen kan eindigen als gevolg van een ontslagbeding. Dat was nog altijd niet zo. Er werd altijd, is het dan bepaalde tijd of onbepaalde, hoe moeten we dat zien? Maar in die KLM-uitspraak is die rechtmatigheid aangenomen, dat voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van rechtswegen kan eindigen op een pensioendatum. Ja. In die KLM-zaak speelde ook nog leeftijdsdiscriminatie, maar dat ga ik nu niet behandelen. Maar goed, dat is een feit. De juridische grondslag is artikel 7, 667, lid 1 BW voor de liefhebber. Maar dat betekent, nou dat kan, dus we kunnen we dus nu met elkaar afspreken. We zijn dus vrij als werkgever en werknemer om dat met elkaar te bepalen, dat dan een arbeidsovereenkomst kan eindigen. Maar goed, we hebben wel natuurlijk toch een beetje die leeftijdsdiscriminatie in ons achterhoofd allemaal. Dan hebben we de wet gelijke behandeling op grond van leeftijd. En die bepaalt van, nou je mag het onderscheid, het verbod van onderscheid, dat geldt niet als de arbeidsverhouding wordt beëindigd in verband met het bereiken van de AOW-leeftijd. Dus dat is iets objectiefs, dat mag. Of een tussen partijen overeengekomen hogere leeftijd. Dus als we iets met elkaar willen afspreken, kan dat. Maar dan moet het wel gelinkt zijn aan de AOW. Of daarna. Dus bijvoorbeeld 103. 70. Ja, 103. Noem eens wat. Praktijkgeval? Nee. Ja, je kan nog steeds het voorbeeld van die 61 kan je best met elkaar afspreken. Maar als dan de werknemer zegt, ja, maar dat is eigenlijk hartstikke discriminator, dan zal je als werkgever een hele goede objectieve rechtvaardigingsgrond moeten hebben. Nou, dat is KLM. Hè, die zegt van, nou, wij hebben de vliegers. Zijn alle doorstroomargument, veiligheidsargument, nou, van alles nog wat. Maar goed, dat is de KLM-uitspraak, die doe ik verder niet. Maar dit is even in nutshell wat gewoon interessante materie is. Nou, deze twee rechtszaken gaat dus over zo'n pensioenontslagbeding. Houdt dat stand? En wat wordt er nou eigenlijk onder verstaan? Daar gaat het over. Als we dan nog even over de terminologie hebben. Pensioendatum, pensioenleeftijd, pensioenrichtleeftijd. Je hebt van alles en nog wat. Denk je natuurlijk, van, ja, staat dat niet in de wet? Staat er niet gewoon ergens in de wet geschreven van, nou, wat is dat dan? De term pensioengerechtigde leeftijd, die staat in de wet. Die staat namelijk in de AOW zelf. Die wordt daar gedefinieerd. En dat is dus de leeftijd waarop het recht op ouderdomspensioen ontstaat. Bestaat. AOW. Ja, AOW. Ontstaat. AOW. Verder staat pensioengerechtigde leeftijd staat ook opgenomen in 667 lid 4 van het burgerlijk wetboek. Maar dat is het. Verder staat het eigenlijk nergens. En de pensioenleeftijd, die staat in artikel 669 lid 4. Daarin staat dat is onder de WWZ een nieuwe bepaling, dat je een arbeidsovereenkomst opgezegd kan worden als je de AOW-leeftijd heb bereikt of een andere leeftijd gelegen daarna. Dus daar zie je dan wel weer een koppeling met het woordje pensioenleeftijd. Maar dat is het. Dus voor de rest moeten we gewoon maar zelf bedenken wat we eronder willen verstaan. Nou, dan ga ik naar de twee uitspraken. De eerste van het Hof Amsterdam is gewezen op 9 juni 2015. Is dus nog voor de inwerkingtreding van de WWZ, maar is op zich, WWZ is hier niet zo relevant. Daarin staat, moet ik even goed, want het zijn altijd veel feitjes. Er is een arbeidsovereenkomst aangegaan op 1 januari 2006. En daarin staat letterlijk dat de arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswegen op de pensioendatum, zoals vastgesteld op basis van artikel 19 en 21 van het pensioenreglement. Dus in hetzelfde artikel staat pensioendatum, zoals vastgesteld in het pensioenreglement. Wat zegt dat pensioenreglement dan? Daar staat ook het woordje pensioendatum. En pensioendatum wordt vervolgens gedefinieerd als pensioenrichtdatum. En dat is vervolgens gedefinieerd als 62.
Nou blijkt dat die werknemer, die komt dus in dienst op 1 januari 2006, die krijgt dus dit contract en die krijgt ook dat pensioenreglement en daar staat 62 in. Maar gedurende dat jaar 2006 is de pensioenregeling aangepast en is het pensioenreglement is niet 62 geworden, maar is 65 geworden met terugwerkende kracht van 1 januari. En even kijken. Dan stuurt de werkgever, dat is de ABN AMRO overigens, stuurt de werknemer een brief op 14 oktober 2011. Dus dat is 5 jaar later. Nou, wij wensen de arbeidsovereenkomst niet voor te zetten op 1 november 2011. En dat is de datum waarop de werknemer 65 wordt. Dus even terugrekenen, 65 in 2011. Dus hij was 60, of zij, het was een zij geloof ik, toen ze in dienst kwam. En ze zegt op een gegeven moment ook van, ja, maar ik heb toch bedongen een contract voor onbepaalde tijd. Dus ik wilde gewoon helemaal niet op 62 stoppen. Ik wilde gewoon tot 65. Anders had ik geen contract voor onbepaalde tijd gewild. Dan had ik mijn 2 jaar, was dan ook wel genoeg geweest. Ja. Maar goed, ze gaat dus in eerste instantie, werknemster is het er niet mee eens. En die vordert een verklaring van recht in eerste instantie dat de arbeidsovereenkomst niet van rechtswegen is geëindigd. Nou, de kantonrechter, de werknemer voert dan aan. Het is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, is expliciet bedongen, bevat geen einddatum, staat alleen maar pensioendatum, maar er staat niks in wat dat dan precies is. Opzegging heeft niet plaatsgevonden. Bovendien heeft de werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst niet kunnen of hoeven te begrijpen dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij leeftijd 65. Dat hoefde die. Dat hoefde zij nog niet. Toch is het verzoek van de werknemer afgewezen. En waarom? Door incorporatie van het pensioenreglement. Ja, namelijk in het reglement stond 65. Maar goed, dat zegt dan de kantonrechter. En dan denkt die werknemer, ja, maar dat was bij mij 62. Dus daar zit natuurlijk een addertje. Ja. Maar goed, in eerste instantie afgewezen. Dan gaat de werknemster later niet bij zitten. Gaat in hoger beroep naar het Hof in Amsterdam. En wat zegt de werknemster dan? Arbeidsovereenkomst, de einde daarvan, dat was onvoldoende bepaalbaar en discriminator. Dus daarmee is het nietig, dat ontslagbeding. Kwam dat dan door die wijziging, tussentijdse wijziging, of ja, denk je? Ga het er even bij pakken. Wat de grieven zeggen. Ja, wat een beetje jammer is in deze zaak, ze had grief iets beter moeten doen eigenlijk. Daar komt het een beetje op neer. Want de eerste grief zegt ze eigenlijk van, ja, ze gaat in de discussie over wat nou van toepassing was. Pensioenreglement 2000 of dat, die 2006. En ze had natuurlijk eigenlijk gewoon moeten zeggen, incorporatie, pensioenreglement. Dat doet ze eigenlijk gewoon niet helemaal lekker. Maar wat zegt het Hof? Die is eigenlijk wel verrassend wat die doet. Die gaat niet eens zozeer naar het pensioenreglement. Die zegt van, ja, dat was een cao. De werkgever zei van, ja, we hadden een cao dat jaar. En in die cao, daar stond gewoon heel duidelijk dat het 65 was. En het Hof zegt, ja, die eerste grief, die zegt dus van, ja, het komt voor eigen rekening als werknemer geen kennis heeft genomen van de toepasselijke cao. En daarmee was dus het einde van de arbeidsovereenkomst voldoende bepaalbaar. Okay. Ja. Dus dat vond ik op zich een verrassende wending. Maar goed, ik had ook iets anders kunnen procederen. De tweede grief, komt er nog een andere grief, gaat dan over, ja, zegt de werknemer, ik heb ook nog verzocht tot uitstel. Dat is allemaal, het Hof gaat daar aan voorbij, leeftijdsdiscriminatie gaat er ook aan voorbij. Want zeggen, ja, het einde dienstverband op 65, is dat mag op grond van de wet gelijke behandeling. Mevrouw krijgt ongelijk in hoog beroep en arbeidsovereenkomst is gewoon beëindigd op leeftijd 65 en niet. Ja. Daarna. Door incorporatie eigenlijk van de cao. CAO ja. Want die is dan bepalend uiteindelijk voor de uitspraak. Ja. Maar goed, dan gaan we naar een volgende, naar de tweede. Ik zit op de tijd. Dan moeten we heel tijd. Kort, want we hebben nog een paar minuutjes. Ja, een paar minuutjes. Ik zal het heel snel doen. Ik zal zeggen wat erin staat, dan mogen jullie raden. Dat is een arbeidsovereenkomst uit 2012 en daar staat eindigt van rechtswegen op de geldende pensioengerechtigde leeftijd.
wordt niet verwezen. Er staat alleen maar pensioengerechtigde leeftijd. Vervolgens staan een paar artikelen verder in de arbeidsovereenkomst. Staat, oh, er is dan ook nog een arbeidsreglement. En daarin staat 65 als pensioengerechtigde leeftijd. En dat is in 2012. In 2014 wordt dat gewijzigd. En dan wordt de pensioendatum 67 jaar. Want we moeten nu allemaal langer werken. Ja. Dus het is gewijzigd naar 67. En de brochures die ze krijgen staat 67. Het overzicht van de pensioenuitvoerder staat 67. Pensioendatum staat er zelfs. AOW-leeftijd 67. AOW-leeftijd 67. En, maar goed, dan wordt deze meneer 65 hij krijgt een briefje dat hij weg moet. Dus hij verdikken me, ik moest toch tot 67? Hoezo? Moet ik nu weg? Wat doet die werkgever? Die gaat heel snel toch maar even voorwaardelijk opzeggen. Dat kan namelijk onder de WWZ, kan je wel nog opzeggen tegen de AOW-gerichtigde leeftijd. Dus die doet het maar even zekerheidshalve. En werknemer voordat dan vernietiging daarvan. En AOW-gerichtigde leeftijd is 65? Dat weet ik niet. Die ligt later dan 65, volgens 65. Mij. Die is 65. Ja. Wat gebeurt er? Nou, wat denken jullie? Pensioengerechtigde leeftijd. En verder in de arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar reglementen. Ik denk dat het in stand blijft. Het is opgezegd, toch? Rechtsgeldig. Nee, dat is de vraag. Ja. Ja. Dat denk ik. Wat denk jij? Nee, ik doe dit spel niet mee. Maar ik ben wel benieuwd naar het antwoord. Nou ja, wat de kantonrechter hier eigenlijk doet, die doet het keurig volgens het boekje. Die kijkt van, nou, wat staat er nou letterlijk in het pensioenontslagbeding? Daar staat de terminologie pensioengerechtigde leeftijd. Wat is dat nou? Die gaat nadenken. Wat volgt er nou eigenlijk uit de wet? Kennen we dat begrip in de wet? Ja, dat kennen we. Dus AOW. Dus daarmee is het bedoeld AOW. En de pensioenregeling, daarom had jij het in het begin wel goed. Pensioenregeling is aanvullend en wordt daarmee gezien als een rekeneenheid. Een pensioendatum uit hoofden van het reglement, vanuit het hoofd van de regeling, wordt gezien als een rekeneenheid. Dat is ook altijd hoe wij het adviseren. Je hebt aan de ene kant de AOW-gerechtigde leeftijd, dat je misschien wil dat iemand stopt met werken. En daarnaast heb je je pensioenplan. En daar kun je ook allerlei data's in stoppen. Maar dat zijn vaak fiscaal gerelateerde data. En het is dus een rekeneenheid. Ik vind het, als je ze die twee dus naast elkaar zet, het Hof in 2015 nu net, die kijkt naar de CAO. En daarmee indirect naar het reglement. Hier wordt gewoon gekeken naar de wet. En vervolgens zegt natuurlijk de rechter wel, jij moet eerst kijken naar de wet. En dan kan het natuurlijk zijn dat je iets anders nog hebt afgesproken. Ja. Mm-hmm. Krijg je die hier de hele riedel. Dat vind ik dan hier best een beetje zuur voor deze meneer. Omdat die is echt verkeerd geïnformeerd door de uitvoerder, door de verzekeraar. Ik vind wel dat hij erop had mogen vertrouwen dat het 67 was. Jouw werk wordt ook een stuk ingewikkelder nu met al die veranderingen. Nou, niet ingewikkelder, leuker. Ja, jullie zijn alleen maar voor uitdagingen, dat snap ik ook. Maar voor ieder pensioenvraagje haal ik Irene erbij. Die zijn er regelmatig blijkbaar. Ja. Ja. Goed, nou, we hebben vijf uitspraken kunnen behandelen. We hebben kunnen zeggen wat we willen zeggen, heb ik het idee. Dus wij gaan langzaamaan een beetje afsluiten. Maar ik heb nog een paar huishoudelijke mededelingen. Want we willen u nog graag op een aantal interessante cursussen wijzen. De leergang Arbeidsrecht 3, een specialisatieopleiding, en daar zeg ik uitdrukkelijk bij Vaan erkend. Die start 25 april volgend jaar in het King's College in Londen. En jij hebt daar wel eens betrokken. Je hebt lessen? Ja, ik heb er lessen gegeven. Ja, klopt. En? Ja, het is een beetje Harry Potter sfeertje hangt er. Hè? Dus voor mij dan. Ik was nog nooit eerder geweest. Dus heel leuk. Zeker aan te bevelen. Ja, leuk. Maar ik kijk ook even inhoudelijk. Ja, goede docenten natuurlijk. Ik heb de lijst van docenten gezien voor het aankomende cyclus, zeg maar. En dat ziet er indrukwekkend uit. Dus Zeker te adviseren in ieder geval. En erkent ook de opleiding. Ja. Nou ja, mocht Londen een stap te ver zijn voor u, dan zijn er hier in Waardenburg op het kasteel zijn er ook nog diverse cursussen. U ziet, het is hier mooi donker geworden inmiddels. En ik dank jullie voor jullie deskundige uitleg. Imposant om dat allemaal te horen. Mirjam,
Remke en Irene. We blijven elkaar maar bij de voornaam noemen en tutoyeren. De files zijn opgelost. Jullie kunnen weer richting Amsterdam en ongetwijfeld naar Den Bosch ook. En u blijft nog even voor de vragen die u hierna kunt beantwoorden voor de nodige punten. Ik dank u voor uw aandacht en tot een volgende keer.